maar weer een nieuwe shoplog van de Jumbo. Weer online de boodschappen besteld. En dit keer niet zo heel veel nodig, want ik had nog heel veel van de vorige keren. Dus laten we maar snel zien wat we deze week nodig hebben. Een plakje bladerdeeg, want ik had gezien bij Day One Vlog. Die had lekkere hapjes gemaakt ermee. En die wil ik na gaan maken. Dus ik heb bladerdeeg. Pannenkoekenmix. Waren trouwens in de aanbieding, de Koopmans producten. Ik heb er nog meer, maar die zitten nog in de krat. 2 tonic, salami, achterham en kippengrillworst, filet americain, jonge kaas, Monster Energy voor Steven. Dat is ook een aanbieding. 3 koffiepads van Senseo voor een tientje. Flesjes water, pakken iced tea voor Michella, vanillevla, Calvé pindakaas, kipfilet. En omdat ik iets minder vlees wil gaan eten, wil ik dit eens gaan proberen. Dit is een plantaardige zigeunerschnitzel. En ja, die waren in de aanbieding. Dus die heb ik. Waren 2 voor 4 euro. Dus deze 2 dingen voor 4 euro. En een linzenburger. Ik heb geen idee of het lekker is, maar ik ga het eens uittesten. Onder het mom van minder vlees eten. Dit was om de bezorgkosten ja, een beetje te drukken, zeg maar. Of ja, dat er geen bezorgkosten waren. Activia met aardbeien smaak, vanille smaak, nog eentje met aardbeien en nog eentje met vanille smaak. En 2 latte macchiato van Starbucks. Dorito chips, smoeltjes voor mijn school en heartbreakers. Aardappelen. Banaantjes, eten voor Rosa. Even kijken hoor, dit is stoofpotje, tomaat, rundvlees, worteltjes en aardappel. En broccoli en kip, wortel en aardappelen. Dat zijn toch de 2 favorieten die ze het lekkerste vindt. Saanse mayonaise, dreumesmelk voor Rosa. En omdat dit een aanbieding was van Koopmans, heb ik er maar een aantal gehaald. Dit zijn de American Pancakes. Deze hebben we laatst gemaakt. Die is zo ontzettend lekker. Die banaan-chocoladecake. Vandaar de bananen ook. Dus die gaan we nog een keertje maken. En omdat de volgende gratis was, heb ik deze ook maar bij gedaan. Dat is kleine appeltaartjes met kaneelsuiker. Oh, zo lekker. Met saus. De McDonald's saus. Prins Mini Stars van Lu. Neemt Michelle graag mee naar school. En ik verdenk Steven ervan dat hij ze ook meeneemt. Melkbroodjes voeg Michelle om. Gewone bolletjes. Een komkommer. Woknoedels wilde Michelle heel graag eten. Dus heb ik ook erbij gedaan. Dit was ook een aanbieding. Wilde ik ook even uittesten als ontbijt. Dit is de Brinta appel rozijn graan ontbijt. Geen idee. Is maar een heel klein pakje ook. Dus ik heb even geen idee of dat wat is. Maar dan laat ik nog even weten. M&M's. De large. Toppers met wortelen, doosje eieren, een Jumbo toiletblok. Deze ruikt echt het lekkerst en die gaat ongeveer 2 weken mee. Dus die is hartstikke goed. En zak chips, stokbroodje, kruidenboter. En dan vroeg hij even. En dan vragen jullie je natuurlijk af wat ik nou kwijt was voor al deze boodschappen. Dat was 88 euro. Valt mee niet. Ja, ik vind toch wel dat de boodschappen steeds duurder worden op de een of andere manier. Nou had ik ook wel dreumesmelk en zo erbij. Maar toch het idee dat het allemaal een beetje duurder is geworden. Ik had 2 dingen gratis. Die ga ik even laten zien. Dat is deze. De Alpro Almond Roasted Unsweetened Melk. Amandelmelk. Heb jij er wat aan? Dat is vet goed voor recepten en zo. Best wel duur, dus dat is heel handig. Volgens mij heeft Danielle hier wel oren naar, dus die mag dat meenemen. En ik heb deze, mals en kruidig knoflook, fijne kruiden. En dat is volgens mij om kipfilet in te doen. Kijken. Nou, als jullie weten waar dit voor is, laat even weten. Ik heb dit ook gratis gekregen, ik heb het nog nooit gebruikt. Dus misschien is dit ook wel heel erg lekker. Dus die 2 cadeautjes had ik gratis. Ja, dat waren de boodschappen weer voor deze week. Ja, het ging allemaal weer goed. De bezorging was weer helemaal toppie. De bestelling was weer helemaal goed. Dus ja,
Nou, vond je het een leuke shoplog? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Dankjewel voor het kijken naar deze shoplog. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe shoplog. En anders morgen weer in de vlog. Doei doei!